In this episode, we explore our last abandoned hotel in Germany on our summer trip. The hotel was built in 1909 because it used to be a popular winter sports area. In 1940, during the war, part of the hotel burned down and had to be rebuilt. During the Second World War, this hotel was used as a birthing place for only pure Aryan children on the initiative of Heinrich Himmler. After the war, the building was used as a sanatorium. During the DDR period, the hotel was located in the Sperrgebiet. Visitors had to have a special pass to be able to enter. The hotel has been abandoned since the 1990s. Join us in what is left behind of this abandoned hotel in Germany. En kun je iets zien? Huh? Jas zit hem. We zijn eindelijk binnen. En hij zegt dat dat getrashed is, maar ook mooi. Of wat zeg jij nu? Ja, oh, ja, dat kan niet nog zo schoon zijn. Zo kapot. Wat? Kijk, kijk. Oh my. Dat is super cool. Wow. En dan die DK. My, I love it. Die planten groeien hier gewoon binnen. Maar dat is wel echt cool. Hier. Zelfs nog een knuffel. Een schoen en een valies. Wat is de inkom? Kom al. Dat is de receptie. Dat was de receptie. Volledig intacte badkamers. Zie. Helemaal intact nog. Deze kamers zijn leeg. Oh, daar is nog wel een setup. Kijk. Die een sofa. Dat is een kleine keuken. Maar je kan niet naar binnen gaan, want daar zijn die huizen. Zie, met die auto's. Ze kunnen dat wel niet doen. Hier heeft ooit nog een bed gestaan. Alleen het frame staat er nog. Heb je echt die mensen gehoord? Nee, ik stond hier naar die mensen gehoord. Ik heb jou gehoord, dat is een zwembad.
crazy. Lijkt me op een dining hall of zo, waar je kunt eten. Kun ik niet weg? Dat gaat zo'n bed zijn. Dat is wel echt super cool. Dat zijn zo de bossen in de omgeving met die houten kerkjes hier allemaal in de buurt. Watervallen, bossen. Ben je nog niet door dat hier overal van die knuffels liggen? Nee. Dat is al het derde knuffeldier dat ik ben tegengekomen. Echt? Ja, dat waren douches geweest, denk ik. Ja, zie. Zoals dat, hoeveel dat hier nog binnen staat. En dat is de keuken geweest met de kelder. Een telefoon. TV. Dat is hier groot, hè? Ja. Dat is echt gewoon nog een kelder. Met allemaal machines. Een stoofje en zo. Oh, ik sta nog allemaal servies in. Hier ook allemaal pottekjes. Dan nog helemaal vol. Hop, nog. Snap dat niet dat die mensen dat niet komen halen, hè? Of dat verkopen, of weet ik veel wat. Oh, dat is cool. Zie hem. Precies een melkje of zo. Zie, voor vlees te snijden. Zie? Een koelkast, potjes. Hier staat ook nog een tv. Dat zijn echt van die ouderwetse bakken, hè? Zo'n ouderwetse toestellen van Philips. Ik ben hier echt heel veel rotzooi achtergelaten. Hier, een magnetron of een microgolfoven. Wat is dat eigenlijk? Een kan, werkschoenen. Zie, dat ga ik nog naar beneden. Ah, dat was een voorraad. Maar dat is wel helemaal leeggehaald. Of toch zo goed als leeghoud, ja. Wel de eerste verdiepingen. Oh, lange gangen. Een bedframe. Die terrassen staan helemaal op instorten. Dat is nogal cool. Dat is toch nog een beetje intact. Ja. Niet superveel, maar we gaan wel passen voor die huizen, denk ik, hierover. Niet? Of niet, nou, ik het allemaal bij het hotel.
Waar zijn die huizen? Dat hoort ook nog bij de hotel, Andries. Is dat ook allemaal leeg? Nee. Allemaal een beetje dezelfde kamers, hè? Niks speciaal eigenlijk. Ja, ook hetzelfde. Er staat net iets meer binnen, maar... De badkamer is nog wel echt fancy. Weinig vandalisme. Yo, guys. Dat is wel een fancy stoel. Met die telefoon. Hoe grappig. Maar je stinkt hier. Huh. Fancy badkamer. Wel leuk. Dat is wel een leuke kamer. Ja. Stinkt hier ook wel super hard. Maar er waren precies allemaal eenpersoonskamers. We zijn nu op de tweede verdieping. Hier ligt wel heel veel glas. Nee, deze kamers zijn helemaal leeg. Nee, leeg. Hier ook. Graffiti art, maar... Ik wil nog helemaal verder. Ik denk dat het gedaan was. Hé, hey, maat, ik heb hier een draad bij. Het zijn wel allemaal lege kamers. Ik kan jullie daar niet mee boren. Met alleen maar lege kamers. Allee. Kom, wat is die suite? Dat tapijt ook allemaal zo ouderwets. Pas op, want die vloer beweegt hier onder mijn voet. En nog een badkuip. Dit is wel een suite. Oeh. Oké, dat is wel cool. Dat is wel cool. Het is echt zo'n sofa. Hier hangen allemaal posters. Huh. Zie je helemaal van voetballers. Deze kan nooit een gewone hotelkamer zijn geweest. Sweet. Of gewoon familie. Nee, denk dat niet. Zie, dat is de bovenste verdieping. Dat zijn ook al kamers geweest. Ook allemaal leeg wel. Sowieso. Wat kamer ziet er nog uit? Kopen? Dat is een verwarmingsketel ofzo. De vloer hieronder beweegt wel keihard. Die vloer hieronder dat die keihard beweegt. Welkom in de basement. Het is hier een werkkot geweest. Zie? Ja. Zot. Hoe klein is dat, maat? Sorry. Nou, zelfs ik niet mijn eigen bukje. Nee, dat is gewoon dat is niks meer. En dan kaartjes. En dat zijn kaarten, speelkaarten. En hier een tv. Huh. Bakken. Wat een rommelkot. Amai, zie waar ik dat ook op moet stappen. Oeh. Nou, tap machine. Een soort fax of zo, ik weet niet. Ah, hier lagen alle hoeslakens. En er is voor de bidden. Ja? Ja? Dat ligt er allemaal gewoon nog in die kast. Nee. Overdrijf. Moet jij wat servies hebben? Zo? Ik denk dat hier 1000 dingen liggen van servies. Ja, bro, dat gaat erover. Die hebben niks meegepakt.
Ook vinylplaten. Allemaal boekjes, papieren. Een koffer. Wauw. En dan zo'n klein tv'tje. Andries, jij moet komen kijken. Dat is crazy. Kijk, het archief met allemaal boeken. Goh. Gewoon nog een tv. Dan heb ik gezien hier die boekjes allemaal. Ah, dat mijn neef. Hier ook de Bijbel. Oh. Het zijn gewoon allemaal boeken. Hier een projector. Voor films af te spelen. En allemaal kaften met boekhouding waarschijnlijk. Met rekeningen. Ja, zie. Dat zijn allemaal rekeningen, denk ik. Ja, hoe dat er normaal moet hebben uitgezien. Zie? Dat was het hotel. Met dat terras. Ja, een foto. Ja. Dat zijn er allemaal. Zie? Het zijn papieren van 18 december. 1991. Hier ook, 1991. Hier, 21-12-1939. Dat is gewoon jaren en jaren aan. Hier, bedrag. Dat is gewoon heel de boekhouding, maat. Dat is gestoord. Wat zit er? Ja, zo is het. Alright guys, bedankt om te kijken naar deze Urbex video. Onze trip zit erop van 2 dagen Urbex hier in Duitsland. Bedankt om te kijken. Peace out, stay exploring and see you in the next Urbex video guys. En vergeet niet, je kunt member worden, je kunt lid worden. Dus probeer zeker eens dat eens uit. Dat kost ofwel 2 euro, nee 1,99 euro denk ik. Of 2,99 euro en 4,99 euro. Stem die dus, jongen, die heeft het geld nodig. Dat is voor al deze Urbex explorations. Dus become a member en... We'll get some advantages on DK Nerds on my channel. So peace out, stay exploring, and see you in the next Urbex video.